We hebben een mini plusvolkje. Dit was het mini plusvolk. Die hebben we op een grote bak overgezet. We gaan even kijken of ze nog voldoende voer hebben. En of ze al van plan zijn om naar beneden te gaan. Na het omzetten is het alleen nog maar koud geweest. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat deze heel hard naar beneden willen. Maar ja, je weet het soms niet. Als er voldoende broed is, gaan ze misschien toch. Een pakje voer ook deze. Kunnen ze daarbij? Is dit open? Ja, is ook zacht. Dus daar kunnen ze wel bij. Zo. Nou, in ieder geval wat druk naar boven qua bijen. Volk ziet er in de basis niet slecht uit. En nou ja, hier zien we inderdaad al dat ze naar beneden zijn. Dus hier zou ik al een moeroostertje kunnen gaan plaatsen, denk ik. Dus gezien de bezetting hier zal dat echt broed zijn. Ik heb hier twee kantramen in gedaan. Dat hebben jullie ongetwijfeld gezien in een filmpje. Kun je in een filmpje terugkijken. Twee kantramen. En dan meestal één of twee uitgebouwde ramen en wat kunstraad. Nou, eens kijken hoe ver deze dan zijn. De vliegopening zit aan deze kant, dus het broed verwacht ik eigenlijk meer aan deze kant. Maar ik zie hier al broed. Dat broed dat sluit natuurlijk aan bij de bovenkant, bij deze mini plus ramen. Dus hier zit nu het broed. En hier zitten larfjes en hier zitten nog geen eitjes. Dus dit is nu het broednest in het buitenste raam. Ik laat hem er heel even uit. Zo. Het derde raam gezien vanaf de vlieggat, die heeft meer broed, want ze broeden altijd naar het vlieggat toe. En hier zijn de eitjes tot bijna onderaan gelegd. Dus dit ziet er gewoon heel goed uit. Hier kan ik het moerrooster bovenin leggen en dan kunnen we die raampjes bovenin gebruiken voor de teelt. Dus daar ga ik ook even timen met onze teelt. Ook hier zie je weer richting het broed, richting de vlieggat. Het broed, eigenlijk loopt het smal af die kant op en gaat het deze kant op richting het vlieggat. En ook de andere kant. Nou, deze kunnen heel snel naar een grote kas. Ik zie overigens weinig voer. Dus deze krijgt van mij ook een voerraam. Het laatste raam. Ziet alles goed uit. Ja. Hang ik deze terug, haal ik deze eruit. Daarmee kan ik ook gelijk het volk dan vergroten. Het broednest groter laten groeien hier beneden. En ja, dat is hem. Per ongeluk de koningin zie, nee. Mag deze weer terug. Ja, prachtig volk hoor. Vergroot ik hem met één raam. Prachtig raam. Die heb ik uit een ander volk gehaald. Daar zie ik nog eitjes in zitten. Maar die poetsen ze zo schoon. Die eitjes die ruimen ze. Dat is geen probleem. Dan hebben ze gelijk weer even 2 kilo voer erbij. En juist zo'n volk die in opwaartse gang is. Die hebben natuurlijk heel veel voer nodig. Dus ik haal ook dit kantraam eruit. Wat jammer is. Want die kantraam hadden mooi in de grote kast gekund. En dan moet ik ze weer opslaan. Maar ja. Je moet niet lui zijn als imker. Doen wat het beste is voor het volk. En dan krijg je nog een tweede voerraam. Zo. Dan mag deze er weer bovenop. Dan zou je achterin nog het meeste voer moeten zitten. Maar ja, ook al broed. En er zijn dan prachtige raampjes die ik dan straks voor de teelt kan gebruiken. Leggen we er een moerrooster tussen en is het alleen nog gesloten broed na een paar dagen. Naar 9 dagen. En dan kunnen we ze heel mooi voor het maken van nieuwe volkjes. Er zit een heel klein beetje voer in, maar veel is niet. En hier aan de voorkant dan. Dat is eigenlijk minder verwacht, maar omdat het bovenin is, kan het wel.
Zie je wat voer terecht is gekomen? Ja, deze voelt wel wat zwaarder aan. Ja, hier is wat voer terecht gekomen. Mooi. Oké. Dus voor honderen doen ze niets. Even kijken of we bovenin zwermcellen hebben. Of wat voor cellen dan ook. Koninginnen vervangcellen of... Nee, hebben we ook niet. Omdat bovenin kan natuurlijk nu minder koninginnenpheromoon ontstaan. Waardoor die bijen dan soms het idee hebben om een nieuwe koningin aan te trekken. Raampje even een beetje schoonmaken. Straks minder gedoe mee. Tilt. Zo. Nou, deze gaan het wel redden. Tot vrijdag. Want vanaf vrijdag verwacht ik weer dat er wat dracht is. Maar goed dat we deze even controleren, want die weet ik niet of die de vrijdag gehaald hadden met zo weinig voer. Ze van de boog gaat na teelt. Die doet het erg goed. Een paar weken van de mini plus naar de grote kast. Super.